Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag woensdag en het is vandaag 10:33 momenteel. En we leven op 13 maart. Mijn diertjes zijn al buiten geweest. Het is een stuk raar, rot, vies, smerig, vies, weerbaar. Ja. En ik kreeg net een appje van pst. Pst. Oké. Okay. Is het mijn surrogaat zo? Biever is een keer in het land. Ja, die is in de stad. Daar kwam mijn surrogaat zusje Wilma tegen. Bij de dokter, dus wat hij bij de dokter deed, weet ik ook niet. Want hij woont hier niet meer, hij woont in Ierland. Maar hij is weer op familiebezoek, dus ja, ik kan best wezen dat hij eventjes zo lang zwipt, hè? Ik weet niet. We merken het wel en we zullen het wel beleven. Ik vind het ook zo leuk dat hij weer even wat te laten horen. Maar ja, ik ben ook met die gekke computer van mij bezig. Die wou weer eens heel slecht opstarten omdat hij vannacht een update had. En ja, zo traag als hoppa. Ja, ik weet niet wat ik ermee heb. Dus ik ga hem even schoonmaken. Ik gooi er dan altijd zeecleaner eroverheen. Kijken wat die er dan weer uitvist. Maar ik wens jullie als eerste ook een heel hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Vrolijk ligt lekker daar. Hé? Ja. Nou, en daar zijn die andere twee belhamels. Die kennen mama te vertellen. Het licht niet in de ogen gunnen. Hé? Goh. En dat doet hij uit zichzelf. Zo laat hij die weken staan en zo begint hij weer te spelen ermee. Leuk, hè? Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. En doe het met een lach. Ja, ook dat nog. Want ja, als je niet lacht is het leven ook maar saai, hè? Ja, vind ik tenminste wel. Ik probeer altijd wat te lachen. Je moet er een feestje voor zien te maken. Ja, zo niet, dan leg het er maar aan jezelf. Nou, kom op, jongens. Je zou haast die computer het raam uitslingeren, hè? Zo stront langzaam is dat gekke ding. Oh. Maar ja, komt allemaal goed. Ik ga hem schoonmaken. Er komt vandaag niks online trouwens. Nee. Ik ben er doorheen. En ik ben er zelf ook doorheen. En jullie merken het niet, maar ik heb wel hoofdpijn. Dus als mijn begeleider is geweest. En Mitchell is nog niet geweest. Dan zeg ik van Mitchell even een appje. Van ik weet niet of je nog langskomt. Maar ik ga het wel even weer terug naar mijn kooi. Want ik heb vannacht niet geslapen. Is ook zo. Ik heb... het nog 6 uur zien worden, dus ja. En om er nou alweer uit is niet goed voor mij. Nee. Dus ja. Zeekliner die gaat niet eens iets open. Ja, nou wel. Goh. Zo nee, gaat die open. Die even de map even sluiten. Schoonmaken. Zo, kan die zijn gang gaan. Hé, hey, wat jouw meisje? Ben je boos? Hé? Hey? Ben jij boos? Nee toch? Oh? Vrouwtje gaat eten voor jullie klaarmaken, ja. Ja, en vrouwtje zelf ook even eten zometeen. Ik was mijn maagtablet vergeten, ja. Zonder maagtablet moet ik wachten, nou moet ik wachten een half uur. Voordat ik wat mag nuttigen. Wat is het? Pak het dan. Moet je me spelen? Nou, dan niet. Dan mag ik er even door dan. Zo, ja. Ik kon er niet door. Hij versperde mij weg. Maar oké, lieve vrienden, geniet maar verder. Op jullie eigen manier doe ik ook. Net wat ik zeg, als mijn begeleider is geweest, krijgt Mitchell een appje van... ik ga mijn kooi nog in, want ik ben er zat, ik ben back af.
En voor de rest komt het wel goed. Ik zeg het op later. Ja, en toen was het alweer 17 minuten over 3. Ik heb dus gedaan wat ik had gezegd. Ja, mezelf beloofd om even weer terug te gaan naar bed. Nou moet ik nog wakker worden, maar dat komt wel goed. Het is in ieder geval wel een stuk beter dan vanochtend. Ik ga zo nog eventjes ook weg, want ik zou gisteren mijn rekenmachinetje pakken. Dan kun je wel zeggen, ja, maar je computer heeft toch ook een rekenmachine? Ja, maar als je bezig bent op je computer, je rekenmachine niet naar voren kan toveren omdat je er bezig bent met andere dingen en je moet iets uitrekenen. En dat bovenste knopje daar, die is voor zo'n tijdje kapot en die kon ik er iedere keer weer in terugdrukken en dan kon ik hem gewoon maar gebruiken. Maar nou is die foetsie, ik kan het niet vinden. En hij doet het ook gewoon niet meer, ook niet wanneer ik er iets erin stop wat erin kan. Dan doet hij het ook niet meer. Nou hoor, ja. Nou zie ik het ook, maar ik moet wel dezelfde formaat even hebben, dus hij gaat even mee. Omdat ik ongeveer dat formaat heb. Het hoeft maar een simpel ding te wezen. Dan moet hier ook nog een hele dure wezen. En die is van mijn stiefzoon geweest. Maar daar kan ik niet mee overweg. Nee, dat is ook een hele luxe. Met alle toeters en bellen erop. Nou, ik weet niet eens wat ik maar krijg. Het is allemaal in het Engels. Nou, ja, on, dat is aan. Dat is logisch. En off is weer uit. Maar dat zit er niet op. On en off. Nee, allemaal andere woorden. Dus ze bekijken het allemaal maar. En het komt allemaal wel goed. Ik moet gewoon een simpel dingetje hebben. En toen werd ik wazig. Ja, wat is meisje? Hé? Wat is je dan? Hé? Ja, ik kan wel liep je ook al langs me heen. Die staat hier op een vrolijke bak te snuffelen. Schroeder, dat ziet nou. Die is buiten. Maar oké, lieve vrienden, ik ga dus zometeen eventjes shoppen in het centrum. Nou ja, met die storm neem ik jullie niet mee, want ik heb houden en keren. Dus het komt wel goed en ik laat het wel zien als ik terug ben. Ik zou zeggen, tot later. Ja, daar ben ik weer. Ik ben weer thuis. Heel hard thuis gekomen door de storm. Het is wel mooi weer geworden qua zonnetje, die is nou wel aanwezig. De lucht is mooi blauw. En daar komt weer een rare lucht aan. En ik heb wat gekocht voor om te proberen mijn eerste smoothie te gaan maken. En dat is Turkse, Griekse yoghurt. Ik bedoel Griekse yoghurt, ik ben een Turkse. 1 appel. Ik weet zeker niet wat die kost. 48 cent. 1 sinaasappel. Die is een euro, maar dat is een grote joegel. 1 grote wortel, niet te groot, gewoon een wortel, 17 cent. Nou ja, dit is het duurste, maar er staat geen prijs op. De walnoten. En dan ananas, dat kun je wel zeggen uit bleek, maar dat is weer niet vers. Dit is verser. En havermout. Dus, ik ga straks eerst in de kast heb ik flessen staan. Dat behoort weer bij een soda club waar je prik mee kon maken. Dus cola, 7-up, sinaas. Dat heb ik ook nog, maar die gebruik ik nooit. Want dat is mij te veel en ik drink bijna geen prik. Nee. En ook mijn gasten niet. Dus ja, degene die hem hebben wil, die kan hem. Ik heb het vergeten Karin te vragen. Misschien dat die hem wil. Maar in ieder geval, ik heb wel die flesje ervan. En die flesje kan ik zo wel weer gebruiken. Die staan in deze kast. Dus dan is er bovenin. Ja. Die moet ik even sowieso één van schoonmaken eerst. En dan ga ik proberen die blender schoon te maken en die ga ik dan proberen. En dan is het eventjes schillen en schoonmaken die boel. Want dat ga je er natuurlijk niet zo in doen. Maar ook de blender moet ik eerst even schoonmaken. Maar dat komt allemaal goed en dan ga ik het schillen en dan even in kleine stukjes doen. En dan in die blender.
En dan zullen we beleven wat eruit komt. En ja, ik heb eieren gekocht, maar ja. Een ei hoort erbij, zeg ik dan, hè? Ja, dus zeggen, ik zal het straks in etappes laten zien. Ja, misschien ook wel helemaal, ik weet het nog niet. Ik ga eerst nog genieten van mijn koffie en een bounty. Ja, dus zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden, ik ben druk bezig te snijden. Ik heb de sinaasappel al gedaan en de appel heb ik al gedaan. En die wortels heb ik al gedaan. Nou, dat zijn in kleine stukken. Dat kan er zo in. En dat is ananas, dus dat is al zacht. En dan de walnoten. Nou ja, ik hoef er niet alles bij te doen. Dus ik hou over daarvan. Dan heb ik nog Griekse yoghurt. Dus ik weet niet wat ik doe. Of ik die erbij, wat erbij in doe. En ik heb nog havermout. Dus ja, eens even zien hoe en wat. Hoe ik het doen ga. Dus, ik vorder al. Dacht ik zo. Maar ja, iedere keer je snijplank natuurlijk even schoonmaken en je handen wassen. En dat gaat allemaal door. En even koffie tussendoor gedronken. Dus, lekker bakkie. En af en toe gooi ik even een blik zo op de televisie. En het wordt weer donker aan die kant. Normaal komt het altijd van nog zee, maar het komt nou van binnenland. Dus ja, we wachten af wat dat gebeuren gaat. Het zal wel weer op regen uitdraaien. Ze hebben het ook over onweer gehad. Nou, dat kan ik wel merken naar mijn hoofd, want ik heb onweershoofdpijn. Dat is met sneeuw ook. Ik voel van tevoren al dat er sneeuw gaat. Hoeft het niet hier te vallen. Nee, ik kan ook... Nou ja, Julianendorp, Alkmaar. Wel hier in de buurt, weet je wel. Maar in ieder geval, dan zit er sneeuw in de lucht. En dat verneem ik. Net als met onweer, zit in de lucht, verneem ik. Maar ja, zo hebben we een heleboel ook littekens, heb ik zelf ook. En nou ja, ik ben ooit mishandeld geweest. Daardoor is mijn jukbeen, dat is zo geweest. Ja, overdrijven is natuurlijk ook een vak, maar om met jullie dus uit te drukken dat het opgezet is geweest. Het was blauw, groen, allerlei kleuren van de regenboog was het. En als het nou echt extreem slecht weer wordt, voel ik dat. Ja, maar ja, iedereen heeft zo het zijne. Wat dat er gaat, ben ik er weer, almanak. Ja, maakt niet uit. Maar ik ga verder aan deze kant. Als het klaar is, dan zal ik het jullie laten zien. En ik zal laten weten of ik het lekker heb gemaakt. Ja, anders heb ik pech. Ik ga het niet weggooien, ik zonder mijn geld. Maar oké, okay, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie. Hoe laat leven we? Het is al 6:30, kun je nagaan. Zo, nou ja, maakt ook niet uit. Komt goed. Ik zou zeggen, smakelijk eten voor diegenen die laat zijn. En een fijne avond. Tot straks. Nou, en toen was het door elkaar heen, allemaal. Dus het moet nou een smoothie zijn. Ik heb dus een klein beetje van die yoghurt er doorheen gedaan. Ik heb geen havermout door. Dat komt nog eens een keer. Ik ga eventjes het proeven. Als het smaakt, dan weet ik in ieder geval dat ik dit goed heb gedaan. En dat dit een heel simpel recept was. Dus ja, ik ga eventjes voorproeven. Tot straks. Nou, al zeg ik het zelf, het is overheerlijk. Ja. En wat heb ik er dan in? Die grote sinaasappel. Die appel. Die wortel. Wat ananas. Wat walnootjes. En die yoghurt. Heerlijk. Ja. Nou kan ik nootjes eten. Dat kon ik nooit. Maar ja, ik zit ook in tweestrijd wat ik met mezelf moet. Want de kaakchirurg die heeft gezegd van je hoeft niet meer onder volledige narcose voor een nieuw gebit. Ik ben nou ook plaatselijk verdoofd. Dus we zullen, ja, ik ben het over nadenken en dan moet ik met mijn huisarts praten. Karin die zegt ook al, doen maar, doen. Ja, maar ik ben hier alleen, zij zit in Den Haag. Ja, ik vind het doodeng om het alleen nog te moeten doen. Ik ben als de dood van een tandarts in het algemeen. De persoon kan er niks aan doen, dat hij dat vak heeft uitgeoefend. Maar in ieder geval,
Ik vind het lekker. Ik ga verder dat even opsmikkelen. En ja, ik wou het in die fles doen, maar het is nogal wat dikkerig. Maar het maakt niet uit. Ik moet er even wat voor zien te versieren. Ja. Trechter, die heb ik. Ja, nou doe ik het met een trechter. Komt goed, ik zou zeggen, later. Nou, toch een hele goede halve fles vol. Beter te creëren ermee. Dus ik ben er blij mee. Dan haal ik morgen weer. Dan maak ik nog zo'n flesje en ik maak ook nog even van iets anders wat. Ja, lekker, lekker, lekker. Kijk eventjes wat. Nou, ik ben er helemaal super blij mee. Gelukkig. En het is nog lekker ook. Ja, ja, deze tenminste wel. Nou, de volgende nog. Maar dat zien we dan wel weer. Dus ja, dan ga ik deze troep opruimen. Dan ga ik mijn diertjes te eten geven. En ik heb nog wat over van gisteren. Dus dat maak ik weer op. En dan komt het uiteindelijk wel goed. Ja, 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 ja. Ja, en een hele goede nacht allemaal. Het is weer tijd om naar bedje toe te gaan. En daar zit er eentje net achter de bank. En die denkt van, ja, bekijk het maar, ik zit hier goed. Maar we gaan wel openen. Ik zeg, komt u maar. Kom dan. Nieuwe. Ja. Hé, zeg maar goede nacht allemaal. Wel trusten. Hé, Frodo moet nog even naar buiten. Ja. Hé. Ja. Ja, lieve vrienden, dat ik zou zeggen. Als het allemaal lukken wil hier, oh. Ik doe het altijd weer zo lekker vreemd. Zo. Ik zou zeggen, wel trusten allemaal. Slaap lekker met mooie dromen. En ja, mijn haar ziet er niet uit. Door de tijd dat het beter weer wordt, dat ik naar de kapper toe kan. Ja, want dit is me niks. Maar in ieder geval, ik zou zeggen wel trusten. Slaap lekker met mooie dromen. Gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.